vandaag is het tweede Keizerkwartierke. Hola die. We zijn weer in de Sint-Vincentiusstraat. En we zijn vanochtend bij Baronie TV geweest. En daar heeft natuurlijk onze razende reporter gedaan, Henny Brandt. Dus daar gaan we zo meteen nog naar kijken. Maar we gaan eerst even de straat in. Schout is natuurlijk ook in de straat. Daar komt hij aan. Met een maat. En ik denk dat hij mijn microfoon heeft gepakt. Maar wat? Wie? Mijn microfoon. Vorig jaar had ik een rood bolletje. Echt waar, joh? Ja. Oh. Maar nu heb ik een groot bolletje. Nou, hou je toch van? Daar hou ik van. Echt, maar bedankt voor de samenwerking, hè? Want ORTS en ook Van Wolfschout zijn allemaal maatjes kijken, hè? Voor het leven. Hè? Ja, kijk voor die, hè? Ja. Hoe is het, Appie? Helemaal goed, jongen, met jou. Hebben we er zin in? Ja, ik heb er eigenlijk wel zin in. Ja. Ja? Het gaat me ook wel goed af, moet ik zeggen. Het is een gezellig feestje. Houden jullie de optocht weer op? Ger, hè? Maar meestal komt dat door jou. Oh, dat komt door mij, ja. Toch? Dat zeggen we niet, hè? Nee, oh, sorry. Knip. Ja, de optochtcommissie denkt namelijk dat ze, als ze andersom gaan, dat ze sneller gaat. Maar ze komen jou toch altijd tegen? Ja, ja, dat zeg ik ook. Ik beug er gewoon weer tegenin. Ja, hier staan wij in het zonneke, in de Sint-Vincentiusstraat. En hier is nummer 1. Dus we kunnen beginnen. Hashtag Kaaiendonk. Doe het, hè, want wij willen zien waar jij bent geweest. Alles goed? Een button, daar zat ik op te wachten. Dat dacht ik al. Hoe dacht jij dat? Ik kan ook proberen dat je er gratis mee naar binnen komt straks. Kan ik daar maar gratis naar binnen? Nee, maar je kunt het wel proberen. Oh ja, ik denk dat ik dat eens ga proberen. Als ik jou nou lief aankijk, hè. Mensen in de straten zijn uitgenodigd, want hoe heet ze ook alweer? De Askruizen, die houden receptie. Ik denk dat jij ook bent uitgenodigd, of niet? Ik ben zeker uitgenodigd. Ja, kom er eens even bij staan. Wat stond er in de uitnodiging? Dat iedereen welkom is. Oh, dat was het. Alaaf, alaaf. Ja, maar alaaf zeggen wij niet. Nee? Nee, wij zeggen hatschikidee. Hatschikidee. Zoals je ziet is het hier receptie van de Askruizen. En blijkbaar kunnen we ze gaan feliciteren. Maar het is nogal een snelle receptie. We lopen er nu achteraan. Proficiat, hè? Ja. 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 Proficiat, hè? Proficiat. Ja, wel fijn. Proficiat. Hey, proficiat. Ja, dankjewel, hè. Dankjewel. Zou wel veel roei. Wat ben jij groot geworden? Hey, mooi, hè? Mooi baby, hè? Ja? Ja, ik zag net, jou zitten in een klein wagentje. Nee, dat is Joris. Wie is dat? Joris. Ja, ken ik niet.
ken ze allemaal niet. Oh, ik dacht, het is maar, hij is wel snel gegroeid in één keer. Van in de kinderwagen. Tot een volwassen baby. Nou, dagen lang, hè? Met je snor? Ja, met mijn snor? Nee, jongen. Oh, wat gezellig. Let op, hè. Let op. Als jij erin en uit kiest, ja? Zal ik precies zeggen waar ga je het. Leut op de kaart. Ik heb leut op de kaart. En nu gaan we over naar Stichting Het Cedeke. Dan gaan we eens kijken wat ze daar allemaal hebben gemaakt. Ze hebben daar een cd voor gemaakt. Kunt u ook kopen. Dus ik zou zeggen, ren naar de winkel en bekijk deze clip. Allemaal hartelijk welkom en een bijzonder welkom voor onze ontzettende hoogheid. Prins Minus de 12e. Smulnaar en Smulnaarinnen. Hatsiki! Hey! Hatsiki! Hey! Hatsiki! Hey! Ja, dank voor de mooie woorden. Fijn dat we hier weer mogen komen op de uitreiking van het prachtige initiatief. Voor de 20e keer al, het cd'tje. Ook weer zo'n onderdeel wat ons kaaien ook zo prachtig maakt natuurlijk. Dat we dat ook weer hebben. Dat de nummers vastgelegd worden voor het nageslacht. En om gedraaid te worden natuurlijk tijdens de carnavalsdagen. Maar wij houden van tradities. Ik weet dat u daar wel eens van af wilt wijken. Wij doen dat niet. En vandaar dat wij altijd in het laatste jaar dat een prins het carnavalsfeest voor mag gaan, die prins ook in het zonnetje willen zetten en willen verrassen met het eerste exemplaar van de carnavals CD. En bij deze het eerste exemplaar. Edwin Evers de medaille uitreiken omdat hij gezien wordt als een veulschrijver. Hij heeft namelijk voor zeker 11 kapellen, of althans 11 keer heeft hij een nummer geschreven, een arrangement geschreven, zo moet ik het zeggen, niet de tekst, maar het arrangement. En ook de teksten hoor ik nu. En daarvoor willen wij hem een oorkonde geven en een medaille als veelschrijver. Graag een applaus voor Edwin Evers.
Edwin, van harte gefeliciteerd, jongen. Alsjeblieft, de oorkonde en de onderscheiding. Hey, Sil! Ik pas hier bijna al niet in. Hoe is het nou? Goed hoor. Waar rijden jij in een mooie wagen? Ik heb geen stem, jongens. Gij het wel stem? Echt niet. Waarvoor rijden jij in zo'n mooie wagen? Ik moet reclame rijden voor de IKEA. Of voor de IKEA. Dat is een handige. Voor de IKEA. Nou, je zit schoon te rijden, hè, meid? Ja, dat is goed, meneer. Nou, we gaan weer verder. Oh, hey, die moeten gaan stofzuigen, daar word ik bang van. Daar de zon, het moet hier liggen. Het staat aan een boom, er is geen zon. Hier moet het ergens zijn. We hebben dus een nauwe kaart van Kajenonk gevonden. En zoals je ziet, precies waar we nu staan, staat die rode kruis. Die geeft de leut aan in Kajenonk. Want kijk, daar hebben we kinderwijd al gevonden. Het moet hier ergens liggen, die leut, maar we kunnen het echt niet gevonden krijgen. De insignes wel, zie ik. Ik heb een leutdetector, misschien dat we hem dan kennen fijn, hè? Hij werkt alleen nog niet zo goed. Gevonden! Ja! Hey! Die hebben we niet meer nodig. Dankjewel voor het brengen van de leut. Geen danken, jongens. Wij maar denken dat die leut hier in de koude, kille asfalt zat toen het op de kaart stond. Maar blijkt, ga je het daar gewoon bij u? Ga je het bij u? Ga je het bij hem? Fantastisch. Allemaal. Met zoveel smul naar kan dit nooit meer kapot. Dit moet een geweldige carnaval worden. Dat weet ik wel zeker. Jongens, bedankt voor leuk. Hey, veel plezier, hè. Wat een mooie wagens hebben ze toch weer gebouwd. Moeten daar kijken. En we zijn hiervoor zijn we geweest bij de Minishal. En daar gaan we even naar kijken. Want daar wordt heel veel gebouwd. En die mogen ook wel even in het zonneke gezet worden.
van de speurtocht is geworden. Luca Johansson. Van de dansfabrieken. Nog even, hè? Nog even. Laatste dag. Laatste jaar? Zeker, zeker. Ja. En dan? Goede opvolging. Mag je de naam bekendmaken? Ja, ze loopt al mee, Daniella. Ja. Oh. Een super, superleuke meid en die gaat het helemaal leuk doen. Ze is nou bij de meiden, dus. Nou, dat is al een goed teken, hè? Ja, dagje vrij. Ze neemt het stokje over. Helemaal, ja. Nou, goed zo. Dankjewel. Fijne carnaval. Ja, jij ook. En dat je maar niet in een zwart gat valt. Dit gaat er nergens over. Oh, wacht even. Nee, jongens. Goedendag. Hoe is het, jongen? Goed. Ja, goed. En met jou? Ja, met u, hè, voor u. Hè? Oh ja, met u. Ja, geweldig, joh. Het is zo'n mooi feestje. En het waait hier toevallig even hard, maar... Dan had ik weer de smallere straat en is wel weer lekker. Dus, de laatste keer de route? Ja, de laatste keer de route en dan ook nog eens een keer andersom, want ja, je moet een beetje gek blijven. Hè. Dus, andersom is ook leuk, toch? Andersom is ook leuk. Nee, maar het is geweldig, jongen. En de laatste keer dubbel genieten. Dus ja, het is prachtig. Elk jaar weer prachtig. Welk spreekwoord beelden hun uit? Tik-tak, tik-tak. Moeilijke vraag, hè? De kat zit op de wagen. Als een kat van huis is, dan dansen de muizen. Op de tafel. Ja, goed zo. Nou, oh, een lekker, dropje. Oh, wat fijn. Dankjewel, hè. Lekker dropje. Zal ik er een joh, alstublieft, hè. Doei. En we gaan nu even kijken naar de beelden van Ook van Wosterhout die gemaakt zijn afgelopen zaterdag. Veel kijkplezier. Ik krijg er geen genoeg van, ik ben trots met de gek. Leuk dat je weer kijkt naar Ook van Wosterhout. De intocht is net begonnen, maar we hebben nog veel meer meegemaakt. Laten we snel kijken. Hey, leuk hier, hè? Kei leuk. Ja, we zijn er helemaal klaar voor. Traditioneel komen de kapellen natuurlijk door de straten naar de markt. En achteraan komt de prins Minos de 12e. Heb je er zin in? Nou, ik vind er eigenlijk niks aan. Oh. Ik geef er eigenlijk niks om. En jij? Nee, hè? Beetje niet heel erg. Nee, oké. Okay. Nee, ja, het is net mot. Ja, oké, okay, snap het. Dus eigenlijk, Ja. Nog een biertje doen, dat komt wel weer goed. Ja, eentje dan. Eentje dan, oké. Okay. Samen, hè? Ja, sowieso. Ja. Straks dan. Ja, dat is goed, hè? Is het toch wel een heel belangrijk onderdeel bij jou nu? Ik weet het. Het is nu een jaar geleden, toen dat moment was. Wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd? Ben je misschien vreemd gegaan? Nou ja, ze is vervangen.
Ze is vervangen. Nee. Ja, er is een nieuwe in het leven. En, maar die ligt lekker thuis op bed. Die neem ik niet mee deze carnaval. Het is alweer de eerste dag. Carnaval is echt begonnen. Zijn jullie er eenmaal klaar voor? We zijn er helemaal klaar voor. Het is geweldig. Kijk eens, jullie. We gaan 24/7 door. Geweldig. Dan doe ik nu dit. En dan zijn we in de avond, oké? Okay? Ja. Oké, okay, hier gaan we. Klaar voor? 3, 2, 1. We zijn in de avond beland en ik weet zeker dat er al heel veel bier is gevloeid. Maar we zijn ook benieuwd naar de verlangens die de meeste carnavalvieders hebben. Let's go. Heb je al een beetje een leuk carnaval kunnen vieren vandaag? Uiteraard, absoluut. Kai Donk is toch top, of niet? Ja, ja joh. En kom je ook een beetje uit Brabant? Of? Ja, zeker. Uit Eindhoven. Eindhoven, de gekste. Lampengat. We hebben dus net de meiden gezien door het raam. We gaan even snel naar binnen. Let's go. Ja, we zijn toch wel een beetje benieuwd, toch? Zo, ah, kijk wat een gezelligheid. Ah, kijk. Zo. Ja, dan komen we hier binnen en dan is er geen muziek. Hoe kan dat nou? Weet ik niet. Mama, ik hou van je. En ja, weet je, jij hebt dit mogelijk gemaakt voor mij. En... Hoi. Ik heb begrepen dat hier iemand natuurlijk 17 wordt. Jij wordt vandaag 17. Dat is wel speciaal, speciaal om te vieren tijdens carnaval. Ja, superleuk. Ja, het is ook wel toevallig dat het dan dit jaar met mijn verjaardag valt. Maar ja, ik vind het superleuk. Ik vind het toch wel een beetje eng en zo. Ik ben altijd een beetje bang geweest voor kabouters. Dat ben je niet. Ja, echt waar. Maar dat is heel erg eng, kabouters, jongen. Ik vind het toch wel eng, hoor. Nee, dat is helemaal niet eng. Nee? Nee, helemaal niet eng. Ja, dat vind ik, ja, toch wel. Ben ik er nou? Ja, serieus. Ik zie ze links, ik zie ze rechts. De ene heeft een bochel en de ander die loopt trekt. Ik zie ze links, ik zie ze rechts. Ik krijg er geen genoeg van, ik ben trots met een gek. Ik voel een klik, ik voel een klik. Ja, dit is een klik gewoon. Dit is gewoon real life television. Ja, Temptation Island. Ja. Ja, volgend jaar Temptation Island. We gaan naar Temptation Island. Ik ben vrijgezel, maar ik ben niet vrijgezel, dus ja. Wauw, Raukes! Ik wens je nog heel veel plezier. Dankjewel, hele fijne avond nog. Hey, doei doei. Oh, let's go. Nou, ik wil eigenlijk liever blijven, want het is natuurlijk superleuk. Een meisjesfeest, toch? Maar ja, het zij zo. Let's go, op naar de volgende. Even helpen, even alles weten. Even proeven. Ja. Hoppakee. Ja, en hoe smaakt het? Heerlijk. Ja? Echt perfect. Vitamine. Alleen maar vitamine. Echt waar, geweldig. Perfect, echt waar. Ja, echt heel lekker. Ja, ja. Love you, long time. En je weet het, je boy is hier. Rust uit. Oké okay, dan. Heb je ooit wel eens iemand zo'n gezonde kleur gezien? Nee, nooit. Ja, nee, hè? Vitamine. Dat is lekker. Maar? Rebels, vitamine, rebels, hè? Hele goede reclame. Ja, ja, kijk maar, dat staat uit water. De vitamine C en de vitamine D en de B's die zitten allemaal verwerkt in het broodje. Dus die jongens die gaan heel de nacht door. Wat ga je doen met die ballon? Kort. Die ga ik buiten ophangen, want het is gezellig. Hè. Dat zijn de kleuren van carnaval, hè? Is het een beetje een mooie dag geweest? Het is een hartstikke leuke dag geweest. Ja, het was een hartstikke leuk. Vanmiddag was het al heel gezellig. En we hadden vanmiddag vier blaaskapellen achter elkaar binnen. En dan gaat het goed, hè? Oh, die van binnen, jawel. Godverdomme. Hoe is het om vrij te zijn vanavond? Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar ik moet morgen weer werken, dus ik moet niet zo in het glaasje kijken. Dat moeten we niet hebben. Een hele drukke dag, maar er gebeurt heel veel. Maar alleen maar leuke dingen, leuke traditionele dingen, maar ook van alles waar iedereen bij aan kan sluiten. Dus, morgen weer de grote optocht. Morgen weer de grote optocht, kijken we naar uit. En we hebben de beeld gebeld, het wordt gewoon goede weer. Dus, en anders overkappen we het alsnog. Dus, hey, fijne avond. Dankjewel, dankjewel. Wij zijn de meisjes van Verkade, wij brengen uw serenade. Wij hebben koek en chocolade voor jou en jou en jou. Dus ik mag jou hier een koekje aanbieden. Yes! Op een stuk chocolade. Oh, lekker zeg. Zo. Wil jij als Chris horen? Nou. Oh. Oh, nou. Hij kent sprookje toch wel? Ja, hij kent sprookje wel, ja. Mag ik hem kussen? Ja, wel. Oh, ja, het maakt mij niet uit. Oh, nou. Ja. Nou ja, ik zie er goed uit, moet ik zeggen. Ja. Net als jij. Ja, ik zie er ook goed uit. Ja. Ja. Ja, toch? Zien we er samen. Oh, beeldig. Samen zien wij er goed uit. Ja, toch? Ja. Nou ja, dit was dus de carnavalsoptocht. Met de Raad van Elf met heel veel confetti. En ik zou zeggen, allemaal veel leut.
En een prettige najeuk en een fijne stofwisseling. En dat was zo gezellig. Dat was onze prins. En volgend jaar weer een nieuwe. Adieu! En ik zou zeggen, Borg, veel succes met Kaaskwartierke 3 en 4.